Goedemorgen kijkers, ik ben Jilles Boer. Ik ga proberen mijn eerste vlog te maken over ploegen. Ik ga straks beginnen met ploegen met de Massey Ferguson en deze Rumsted ploeg. Het GPS-scherm moet ik nog monteren. We zijn begonnen met ploegen. We zijn wel geen Millennium Farmer uit Minnesota, maar we zijn MF-rijder in de Noordoostpolder, Flevoland. We zijn vanmorgen om 10 uur begonnen en we hebben al een mooi hoekje gedaan. Kijk eens wat hier langs ligt. Dat is een roofvogel. We ploegen nu de groenemest om, gele mosterd. Heeft Juri Koeman gezaaid. Staat er best mooi op. We gaan nu naar het volgende blok. Daar heeft wintertarwe gestaan. Bladrammenas gezaaid. En die is geklapt. We rijden met GPS. We rijden door de voor. Als de voor krom is, corrigeert de ploeg in breedte, een varioploeg. Dus alle vier lichamen veranderen dan. Normaal ploegen we op 40 centimeter. Dus als er een bocht in zit, dan gaat hij meer of minder per lichaam ploegen. We hebben nog 24 uur te gaan. Dan hebben we totaal deze kavel omgeploegd. Na 2 dagen ploegen in de lengte van een kavel van 300 bij 800 meter heb ik 2 dagen geploegd en dan ben ik nu toch aan het tarwezaaien begonnen. Ondanks dat er komende nacht waarschijnlijk regen komt. Het gaat best mooi. Met de 5713 MF. Op GPS met een zaaimachine van 3 meter breed, vaste tandcultivator en een Vennerland schijvenzaaimachine. Zaaien ongeveer 200 kilo Graham wintertarwe per hectare. Nou, ik ga weer draaien. Bedankt voor het kijken.